de atletiek, of het atletiekseizoen is van start gegaan. We hebben gisteren en vandaag wedstrijden gehad. En we waren aanwezig. Dit zijn de, is het onderdeel kogelstoten, beter gezegd. En Jannick Palees heeft zonder meer geen tegenstand in deze klasse. Hij had een... Zijn worp bedroeg 15 meters en 80 centimeters. Dus winnaar geworden in deze klasse. Op het onderdeel kogelstoten, Jannick Palees. En de andere atleten, hun worp was niet van die aard om in aanmerking te komen voor een prijs. Jannick Palees dus, de grote man met de beste worp, 15 meters en 80 centimeters. Ja, het is mooi om te zien. En dan gaan we nu naar het onderdeel 400 meter sprint. En we hebben verschillende klassen gehad. Vrouwen open, daar is de atlete La Figa Olymp van Tropical Runners winnaar is geworden. 1 minuut 11, 88 honderdste secondes. De Proposo atlete Alan Nix Brey eindigde op de tweede plaats. 1 minuut 15, 63 honderdste secondes. Davienta Ju van Tropical Runners eindigde op de derde plaats. Met een tijd van 1 minuut 19, 56 honderdste secondes. Bij de mannen, 400 meter, was Jeffalo Korendijk van Tropical Runners de snelste man. Dat is een tijd 54, 81 honderdste secondes. Hij werd dus winnaar. Gevolgd door Elgero Korendijk, die komt uit voor Proposo. Die liep een tijd van 58, 46 honderdste secondes. En Ojo Asikindi van Tropical Runners eindigde op de derde plaats met een tijd van 59, 53 honderdste secondes. Dat waren dus het onderdeel 400 meters. En even spieken. Dit is het onderdeel verspringen. Hier is winnaar geworden bij de mannen, Domigil Wersen van Marwina. Hij had een sprong van 6,60 meter. Shalitzi Pinas van Ponto Bassi werd tweede met 6,25. Een sprong van 6,25 meter. En Tishani Sakei van AV Marwina werd derde met een sprong van 6,18 meter. In de U17-klasse was het Jair van Hetten die 6 meter en 25 centimeter wist te springen. Senior is dus gewonnen door Domigil Wersen van Marwina. Hij had de beste sprong, 6 meter en 60 centimeter.